Ja, ik heb hier Lilian St-Pierre bij me, vandaag op Belpop. Ja, Lilian, er wordt toch nog wel degelijk iets gedaan voor de Vlaamse artiesten, hè? Ja, absoluut. Ja, je zegt dat zo met een zekere vraag, of dat wij niet tevreden zouden zijn over wat er gebeurt allemaal. Tuurlijk wordt er nog wel wat gedaan, en gelukkig maar, dat moet ook, hè. Ja, want wat dat betreft ben ik zo'n beetje een chauvinistisch madameke, dat ik denk van ja, en maar vooral in de zomer natuurlijk, dan heeft iedereen wel het gevoel dat er nog meer gedaan wordt voor het Vlaamse lied. En, we zingen niet alleen in het Vlaams, ik heb nu net ook een Frans lied gezongen, maar dat is ook niet belangrijk. Het is gewoon het feit dus dat we het gevoel krijgen. Dus, en ook het publiek, ik merk dat meer en meer, die zijn echt zo erop uit van, ja, een bepaalde generatie nog te zien. Dus. Jan, doe je nog veel optredens? Ja, het is te zeggen, ik ben volledig mij aan het concentreren. Ik heb mij beginnen concentreren op enkel en alleen nog live optredens. Dus ik doe absoluut geen bandoptredens meer, al sinds 2 jaar niet meer. En dat ga ik ook nooit terug doen. Dit is niks. Er is niks zo fantastisch om te kunnen werken met goede muzikanten. En dat ook de mensen merken van het is echt. Je staat al heel wat jaren op de planken, maar je stem klinkt nog altijd als een engel. Dat moet ik toegeven. Is dat waar? Ja, dank je, dat doet me heel veel plezier. Ja. Zeg, wat vond je van het Mechels publiek nu, tot nu toe? Onmiddellijk was van, ja, als je moet beginnen met een optreden, dan heb je altijd zoiets van, ja, je moet het een beetje... En ze waren onmiddellijk mee. Natuurlijk, ja, met mijn nummer Soldiers of Love is het meestal... Dan zijn ze wel direct mee. Maar ik moet zeggen, vooraf was het André Brasseur en... De mensen reageerden onmiddellijk heel mooi en spontaan, dus dankjewel Mechelaars. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmure sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger et frontières. Zeker. Ik ben niet van plan om te stoppen. Integendeel. Er zijn heel wat plannen nog om tournees te gaan te maken. We zijn natuurlijk ook veel bezig nu met nieuwe nummers te creëren. Dat is wel een minpuntje bij ons in België. Dus, hè, want nu wordt het allemaal gedownload. De mensen kunnen geen... Ik heb zo'n publiek dat nog altijd graag fysieke dingen wil zien. Maar misschien komt dat wel. Maar ik stop in ieder geval niet meer zingen. Zolang ik kan. Ja, want dat is mijn passie. Dat is mijn adem, zeg ik altijd. Ja. Dus wij zijn allemaal van hetzelfde jaar. Ja. Dus dat is een goed jaar geweest, denk ik. Voilà. Net zoals de wijn. Ja, zoiets. Ja. Bedankt, hè. Dag.